Een hele goede middag en welkom bij een nieuwe video. Vandaag een video, maar dan een andere als normaal. Want het is namelijk vandaag 1 januari, een nieuw jaar. En Mees en ik die rijden nu naar de McDonald's. Wij gaan nu naar de McDonald's en we gaan gewoon lekker alles bestellen waar we zin in hebben. Ja. We hebben ook echt zin in ijs en zo, hè. En dus, weet je wat ik wil? Nou. Zo'n ijsje, alleen dan kan je drinken en dan zit er van de koekjes in. Ja, volgens mij is dat een soort van ijsje met McFlurry of zo. Een ijsje alleen met M&M's? Nee, Oreo's. Oh, Oreo. Oké, we gaan kijken of ze het hebben. De andere Smarties. Andere Smarties. Oké, nou, we gaan gewoon lekker bestellen wat we willen. Dan gaan we het wel in de auto eventjes opeten, want voordat we anders thuis zijn is het alweer koud en dat is niet zo lekker. En we hebben ook wel erg trek nu na gisteravond oud en nieuw. Dus we gaan gewoon lekker. En, meestal begin je 1 januari gezond en een goede start met goed eten. Maar wij doen het gewoon andersom. Ja. We gaan gewoon lekker slecht eten. In mijn mond, maar kijk, als ik mijn mond zo doe, lijkt het of ik heel veel bruin heb gegeten. Zie je? Ja, er zit een klein beetje een barst in het scherm. Ja. En dat zie je precies bij jouw hoofd. Maar dat maakt helemaal niet uit. Wij gaan nu gewoon lekker het eten halen en dan gaan we straks de camera aanzetten wat we besteld hebben. Ja. En ik heb een beetje mijn gezicht een beetje bruin gemaakt van de make-up, maar dat maakt niet uit. We gaan gewoon lekker de McDonald's bestellen en in de auto eten en ik samen heb, lekker en kletsen. En ik heb het heel erg koud. Oké, okay, we gaan nu rijden, want dan wordt de auto warm. Doei! Doei! Oké, okay, we hebben van alles en nog wat besteld. We moeten zelfs nog wachten. Mees heeft zijn Oreo. IJs. IJs. En? Lekker. Heb je al geproefd? Oeh, en hij mocht kiezen wat hij bij zijn Happy Meal kreeg, cadeautje. Ga je die ook even laten zien? Mag ik hem even vasthouden? Mag ik ook een hapje? Oh. Kijk. Oh, dat is die meneer. Wacht. Hou vast. So there we go. Yes. The cheeseburger with the sticker on it is without onions. Okay, that's good. There we go. Thank you. Thanks. Bye. Okay, een zak vol. Okay, laat jij maar even zien welke je hebt gehad. Kijk, je kan deze allemaal verschillende krijgen. Deze kan je allemaal krijgen. Ga eventjes inparkeren. Ja, gelijk hier recht vooruit. Ja. Top. We kunnen hier zo staan. Top. En kijk. Deze dino is het. Zelf goed even. Dit is hem, de bruine. Ja. En mocht kiezen. Ik mocht zelf kiezen, dus het was geen verrassing. Oké. Oké. Dit is een mooi huisje voor hem. Ja, oké, okay, wacht. Kijk aan. Oké, okay, onze bestelling klopt zo goed als. Want ze kunnen hier namelijk bijna geen Engels. En ik kan niet heel goed Duits. Ik heb hier een... Jawel, maar we kunnen een klein beetje goed uit. Ja, oké, dat is wel waar. En kijk, jongens. Vertel even wat we allemaal hebben. Laten we daarmee beginnen. Welk diertje allemaal kan krijgen. Mm-hmm. Kijk, je kan allemaal deze krijgen. Deze kan je allemaal krijgen. Zelf ook een unicorn. Mm. Die wil jij zeker, hè? Mm. Heel los. Ja, dat is. Dat gaan we eens eventjes... vertellen aan iedereen. Ik weet niet of jullie dit ook in Nederland hebben, maar wij hebben hier dus gefrituurde shrimps. En kijk, garnaaltjes. Met, zie je? Cocktailsaus. Ja, is dit cocktailsaus? Ja, oké, okay, maar vertel jij eerst maar eens even wat jij in je doosje daar hebt. Nee, wat? Ik heb hier in ieder geval 1 normale cheeseburger. En dit is? Een cheeseburger zonder uien, maar met een sticker erop van bacon. Maar die meneer zei dat dat volgens mij gewoon een normale cheeseburger is zonder kijk, uien. We hebben lekker hamburgertjes. Patat. Sausjes. En wat is jullie favoriete saus? Wat is jouw favoriete saus? Mijne. Wat is dit? Barbecue. Oh, waar is die ene? Curry. Curry, waar is die? Deze is curry. Ik vind curry en barbecue. En ook eigenlijk ik de frietsaus van de McDonald's, maar die kennen ze hier dus niet. En weet je? Kim Nuggets. Ik weet niet hoeveel, maar... Ja. Zo. Laat maar zien. 6 Kim Nuggets. 6? Volgens mij hebben we er 9 gekregen. 9. Ja, 9 helemaal of prima. Kijk, deze krijgen wij dus hier. Wat is dat? Mayo. Ah, mayo. Bleh. Maar niet de goede. Oké, okay, we gaan nu lekker beginnen en met appeltjes. Eten. Appeltjes. Oké. Okay. Appeltjes. Waar ga jij mee beginnen? Ga je weer?
Zeker. Er is namelijk iets heel handigs. Wat dan? Aan deze doosjes. Oh ja, je scheurt. Als het goed is. Zo. Vakje open zo, ja. Ergens dit open. Ik vind het namelijk ook heel handig als je in de auto zit en je gaat weer rijden. Nee. Dan kan je gewoon, nu gaan we gewoon lekker stil blijven. Kijk. Voilà. Mijn mama. Hey, er zitten hier gewoon Jelly Bellies bij. Nou, dat hebben we in Nederland niet hoor. Nee, ze heeft patat. Ik kan ook patat. En... Kip Nuggets! Woehoe! Oké, ga goed naar achter zitten, want ze zien je niet. Hoeveel nuggets zijn dit? Ah, 3, 4 bedoel ik. 4 altijd, toch? Altijd. Ja, als je een sausje wil, moet je het maar zeggen. Dan ga ik die voor je pakken. Mmm! Nee, ik heb nuggets en niet heet. Nee? Wil je barbecue? Nee. Het heb ook in de kou staan, dus dan is het snel koud. We kunnen nu gelijk opeten. Mhm. Ja, hè? En wat is, vind jij echt het allerlekkerste van de McDonald's? De kipnuggets. Kipnuggets. En ik vind... En patat, en patat. Mm. Maar als je echt, echt moet kiezen... Kan maar één ding. Dan kies ik voor... Wat ik echt het allerlekkerste vind, dan vind ik die kipnuggets. En als ik een klein beetje lekker vind, dan vind ik die patat. En die kipnuggets. Mm. Dat. Mm. Mm. En wat vind jij het lekkerst? Mm. Of vind jij heel lekker zijn een klein beetje lekker? Ik vind het allerlekkerst. Die patat deze, hè? De patat, ja. Ik hoop en daarna de kipnuggets, denk ik. Allebei hetzelfde. Ja. Dat is toevallig. Mm-hmm. Ja. Mm. Leven bij ons. Ja. Super slecht weer. En volgens mij gaat deze week bij ons sneeuwen. En echt een paar dagen achter elkaar gewoon. Vandaag of? Volgens mij morgen. Maar jullie kunnen wel zien dat ik echt honger heb. Maar ik wil jullie toch even laten weten hoe die cocktailsaus is. En die granalen dingen. Want ik heb dat dus echt nog nooit gegeten. En mama. Ik ben echt benieuwd. Mama. Ja, schat? Ik denk dat ik moet plassen. Oh nee. Ja. Oké. We moeten heel even wachten. 1 seconde. Nee, daar kunnen we. Misschien bij de supermarkt of... Nee, het is dicht, schat. Het is 1 januari. Mm. Ruik jij eens? Proef eens eentje met patat of kip? Nee, jij. Het is een cocktail. Cocktail. Kijk dan, die eet je altijd in Nederland. Meestal houdt echt van cocktailsaus. Met... Best curry. Met vispatat, hè? Hier, dit lijkt erop. Die wil ik niet. We gaan proeven. Welke ga je dan nemen? Gewoon dit. Moet ik alles in mijn eentje opeten? Dat is niet de bedoeling. Nou, ik ga even dit opeten. Mama. Kan ik niet bij de McDonald's plassen of ergens? Oké. Nou. We hebben even al geregeld, bedoel ik. We hebben het geregeld, hè? Ja. Meest die... Ik had tot thuis wachten. Hij kan het nog wel even volhouden. Want we zitten hier nu... Helemaal vol met dit. En Senna is ook mee, dus ja. Beetje lastig. Mag Senna van laten zien? Nee. Laten we even, hoor. Doe wel even snel. Misschien wil Senna ook wel een klein stukje kip. Ik ga Senna laten zien. Dan geef jij er even een stukje kippie. Een kippie. Kijk. Ja, hè? Eén klein stukje, ze mag niet heel erg. Nee, een klein stukje. Dit dan? Ja. Kijk, dat Senna wil ook graag McDonald's. Dat is Senna onze hond. Ja. Ik heb zo hier zijn. Kippie! Hey. Ja! Hey, waar is hij nou? Oh ja, ze hebben hem. Goed zo! Voor Senna is het ook feest. Ja. Ik vond het gisteravond ook best wel eng met al dat vuurwerk en zo. Ja, ik vond het ook eerst spannend, maar toen vond ik het heel leuk. Ja. En nou Mees, een nieuw jaar. Mm-hmm. Wat hoop jij dat er dit jaar gaat veranderen? En wat er beter ik denk gaat? Dat de morgen zon of... Nee, niet het weer. Maar ik bedoel gewoon in het hele jaar. Mm. Wat hoop jij dat er gaat gebeuren? Ik heb geen idee. Oh.
Nou. In ieder geval dat de corona voorbij gaat. Ga zo, Zoe. Dat wil jij wel, hè? Dat de corona ook weggaat. Ja. En wat gaan we sowieso in? Dat was maar een grapje, want dat is niet wel. Dat was maar een grapje, ik wil niks zeggen. Oh. Je bent af en toe echt een grappenmaker, ja. Ja. En Mees, ze hadden de vorige keer gezegd dat ze het zo leuk vonden dat jij zo goed Duits kon praten. Dus ik vroeg me af of jij iets tegen mij in het Duits wil zeggen en dan ga ik het proberen te antwoorden. Maar u bent nu goed, hè? Dan moet ik wat zeggen in het Duits, dan moet jij... Of ik ga raden wat jij dan gezegd hebt. Oh ja, zo. Okay. Ja, raden wat ik heb gezegd. Oké, okay, zeg maar. Ik heb even mijn mond tegen eten. Oh, ja. Ik heb in mijn... Ik heb even mijn bakje. Ja, zeg maar. Ik zet gewoon op mijn... Dat ik onder dus kan eten. Ik heb zit een beetje vast in mijn keel. Oh. Mag ik even een stokje van het drinken zodat ja, ik wegga? Doe maar even. Oef. Ja. Deze is wel anders. Oké. Nee, ik kan wel niet. Nee, ja zeggen in Duits dan. Dat is gewoon ja. Maar zeg maar gewoon iets in het Duits. En dan moet jij het raden. Dan moet ik zeggen wat je zei. Ja, zeg maar zinnetje. Nee, dan moet jij het raden wat ik heb gezegd. Mm-hmm. Even nadenken hoor. Ik weet het niet. Oké. Okay. Nee, ik ben Jonas. Nog een keer. Nee, ik ben Jonas. Nee, ik ben Jonas. Ja. Zei je dat? Ja. Wie is Jonas? Niemand. Ja. Oké, nog een zinnetje. Even nadenken. Ze doen een zinnetje wat je bijvoorbeeld straks thuis gaat doen of zo. Ich gehe zu Hause spielen. Ik ga naar huis en spelen. Een klein beetje fout, want ik zei... Oh. Ich gehe nach Hause. Ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Gies, aber bitte draußen spielen mit meinen Freunden und dann gehst. Und dann gehst rein spielen. Je gaat met je vrienden spelen? Ja, we gaan naar huis en dan gaan we... Dan ga ik met mijn vriend spelen en dan... En dan ga ik lekker binnen spelen dan. Oké. Nou. Je maakt het me wel moeilijk. Ja, maar steeds moeilijker, hè? Nog één. Misschien kan je vertellen van waar Geraldo is, dus... Wat mag jij dan vanavond? Nee. Oh. Dan weet jij wat het is. Oh ja, maar hun nog niet. Nee. Mm. Dat is nog een vraag in Duits. Oké. Okay. Ik slaap al bij de McDonald's. En daarna ga ik spelen en toen gekauft en dan heb ik. En dit ben ik lekker aan het essen. Nog een keer. Ik ben bij de McDonald's geweest. En dan ben ik nu geparkeerd en toen ben ik nu lekker aan het eten. Oh, niet normaal. Ik vind het echt knap. Ik denk dat ik bij jou op les moet hoor. Ja. En. Nog even een dingetje. Een cheeseburger. Ik vind dus echt gewoon... Dat ik heel goed kan Duits praten. Ja, dat vind ik echt niet normaal. Maar ik vind dus... Dit. Die augurk. Lekkertje. Niet lekker. Oh. Dus, die haal ik er altijd vanaf. En ik bestel hem dus... Hé, hey, kijk uit. Zonder uitjes. Ja, en wat doet ze erbij? Zit er een schoen erbij? Nee, nu niet. Alleen deze wel, denk ik. Maar die is niet voor mij, die is voor jou. Ja. Die is voor niemand. Ik ontplof. Van granaten zeker. Zoveel. Maar jij gaat wel een granaatje ook proberen met die cocktailsaus. Die ga jij niet normaal vinden. Is kip. Ik vind... Dat en ik vind ook dat mensen daardoor...
dan gewoon moet luisteren. Want mensen weten namelijk, ik vind namelijk dat je altijd iets, een klein hapje moet proeven voordat je weet of je iets wel of niet lekker vindt. Ja, dat weet ik zelf wel. Maar... ja, oh, dat wist je wel. Ja, maar ik wil gewoon niet. Dat is het. Maar niet alles in het leven is leuk en moet je willen. Soms zijn er ook dingen die je niet wil, maar moet toch. Ja. Is het vies? Koud. Oh. Ijskoud. En meestal gaat wel één hapje proeven. En dan kan hij het pas oordelen. Ik vond ze namelijk wel lekker. Helemaal de cocktailsaus erbij. Oorbel. Oorbel. Nou. Goed begin. Van 1 januari. Je gaat in. Is het niet zo'n ski ding waarmee je die dingetjes zo, die witte dingetjes zo kan bam, bam. Weet je wel? Weet je wel, dan moet je zo schaatsen en dan moet je... Een hockeystick? Ja. Oh. Dat lijkt er net op, zie je toch? Mm. Of zo'n hoorn. Kinderen hebben altijd zo'n grappige fantasie. Vind ik. Hey, wil, ik heb het nog gedaan. Hey, die saus vind je toch lekker? Je moet bijten, hè? Bijten. Ja, met je tanden. Dat kontje is ook lekker. Lekker krokant. Moet je wel saus erop doen? Nee, jij vindt ze niet zo? Heb je toch geprobeerd? Ook de saus niet? Nee. Nou, dan ga je nog even een paar patatjes eten. En, Mama, kijk die rotstenen, die heb je ook. Wat ik dus wou zeggen. Oh ja, die gefrituurde, of die gekrulde patat. Ja. Die hebben we ook wel eens thuis, hè? Mm-hmm. Volgens mij heb je dat in Nederland ook niet. Gekrulde patat. Oeh. En, wat ik ook nog wilde zeggen. Wat is het stoutste wat jij denk je ooit hebt gedaan? Ik heb goed nadenken. Oké, okay, even nadenken dan. Volgens mij. Volgens mij? Ja. Wat? Nee, dat vraag deed jij maar. Nee, jij zei volgens mij. Nou? Ik denk... als mama zegt, we gaan naar de McDonald's en ik zeg nee. Dan wordt mama best wel boos op mij. Ik denk dat. Dat is toch niet stout, want het is nog nooit zo gebeurd. Nou. Iets wat jij hebt gedaan. Waar ik toen boos om werd. Dat het niet zo lief was. Of wat je niet mocht doen eigenlijk. Ah, ik weet het hoor. Dat ik nog heel ver weg van de straat. Zo, dat is echt een goeie. Want die wou ik namelijk ook zeggen. Vertel maar eventjes aan hen wat er gebeurd was. Ik was ergens net heel veel mensen, dat was je vriendjes, met mijn vriendjes een beetje heel ver weg gegaan. Maar niet uit de straat, gewoon in de straat, maar heel ver weg. Ja. Ja. Je was wel alsmaar rechtdoor gegaan, maar je mag nee, van mij niet de straat uit, maar... Oh, zeg maar dat ik door en dan was ik naar links. Oh, wel naar links uit de straat. Nee. Oh. Heel ver rechtdoor, en dan die straat naar links. Maar niet deze kant op. Het was nog steeds dezelfde straat. Ja, maar niet deze kant op, was het dek door en toen ja, deze kant op. Ja, naar links. Ja, je zegt het goed, naar links. Maar ja, en toen? En dit is rechts. En het, was, rechts. Het was al, het was volgens mij 6:00 in de avond of 6:30. En ik was eten aan het maken en ik zei al tegen jou van, zeg even als je nog bij je vriendjes binnen gaat spelen of ergens heen gaat, want het is echt al donker buiten. Toch? Of met iemand toen? Meegaat. Oh, en Koen? Dat. Wat had je toen gedaan? Niet geluisterd. Ja. Dus, ik ging keihard schreeuwen buiten. Ik wou eigenlijk voetbal spelen. Ik wou mijn hele voetbalschoenen vissen. En nu heb ik dezelfde als het al gekregen. Oh. Nieuwe van Cash. Ja, die hebben ze gezien nog. Maar, dus toen zei ik tegen ze dan, ik ben eten aan het koken. Loop jij even snel naar buiten. Kijken waar die is. En toen uiteindelijk hadden we hem wel gevonden. Hebt u bij iedereen aangebeld? Overal zeiden ze, Mason is niet hier.
Nou, nee, geloof nee, me jongen. Nee. Je raakt echt in paniek. Dus toen kwam Mason thuis. Ja, maar, toen zei ik, dit mag je nooit meer doen. Ja, maar jij zei, ik ga even bij dat ene kindje aanbellen van, hoe heet die ook alweer? Billy. Joshua. Joshua. Mm-hmm. Die hebben hem aanbellen en toen zei je... Zag ik die moeder. Ja, en toen zei die moeder van, ze zijn een stukje fietsen bij die heuvel of zo, hè? Ja, en toen zei die moeder, ik bel de vader wel even. En toen kwam je terug. Ja. Maar ja, toen zei ik, had ik jou uitgelegd, wat nou als ik je niet gevonden had en je echt weg was? Wat moest ik doen dan? Ja, dan moest Cher koken en dan moest jij naar buiten rennen. Nee, maar als nou Cher en ik jou allebei niet hadden gevonden, wat dan? Dan ging ik de politie bellen, ging ik zeggen, oh, ik ben mijn kind kwijt. Nou, en dan was die politie jou gaan zoeken en dan kwamen ze jou tegen en wat ging je dan zeggen? Waar je woont. Je mag nooit je adres zeggen. Alleen tegen de politie. Bedoel? Maar niet hierop. Dan weten alle mensen waar we wonen. Ja, maar ik moet ook zeggen waar ik woon. Ja, maar niet tegen hun. Nou, dat zeg ik tegen de politie. Dat zeg ik. Dat zeg ik tegen de politie. Bah, met die lekkere patatvingers aan mijn gezicht. Zo, dat was nou ja, dus dat. Gelukkig weet Mezus nu uit zichzelf ook dat dat echt nooit meer mag, want ik was echt in paniek. Dus dat gebeurt echt niet meer. Toch? Maar ja. Dat was ook wel weer opgelost. Ah. Is het al aardig vol, jij? Oh, jij niet? Pas nog wel wat in de buikie. Pas nog wel in de buikie. Nou, dat klinkt top. Ja, dus dat eigenlijk. Pas ook wel wat in de buikie. Pas dan wat bij jou in de buikie? Ja, bij mij wel. Ja, bij mij ook wel. Hoor. Ik heb wel zin in zo'n appeltje nog. Nee, ik vind het wel lekker. Weet je wat ik naar Molly deed? Deze staat naar het bakkel. Naar bier. Ja, dat moet je dan wel even uitleggen. Meestal was namelijk onderweg naar Duitsland. En toen met zijn vader. Toen ging naar Emmerich en toen ging naar McDonald's met de appel. En toen zeiden ze, bier, bako. Je bedoelt dat elke hap van een appel naar een ander drankje. Ja, kijk, als jij nu nog een hap neemt, is hij weer veranderd. Oh, weer... en jij zei, bako. En dan is hij... En als ik nog een hap neem... En wat zei je dan? Als ik nog een hap neem, smaakt het naar bier. Bier? Okay, mijn camera was even oververhit. Ja, omdat hij te heet was. Mama, die is helemaal heel. Ja, maar hij geeft geen lucht. Maar ja, we waren dus bezig met die appeltjes. Maar ik heb het spel even gekapt, want ik vond die appels heel viezig. Ze waren helemaal slap. Mama, we kunnen deze spelen. Vind je deze wel lekker? De gummies, ja. Maar we gaan wel ook wel weer even een einde hier aan maken, want... We staan inmiddels ook alweer een half uur hier op het parkeerterrein. Wil jij nog een kipnuggets? Ik neem. Pas op, hè, want ik gooi de douche wel eventjes. Ik bewaar ze even. Mama. In je bakkie. Ja, doe ze maar allemaal erin. Ik heb ook maar deze. Die andere was al van gegeten. Doe maar in je bakkie. Ik doe deze wel erin. En ja. Dit was dus eventjes een... Mama, zullen we dat spuitje weer doen? Tussendoortje. Wacht even, 1 seconde. Ze zien je niet. Kom zitten. Ja. Wij gaan nog even lekker deze Jelly Bellies eten. Ja, misschien moeten we een keer een video gaan opnemen met... Allemaal smaakjes van die appels. Van snoep. Ja, nee, of van snoep, zeg maar. Of van eten uit de supermarkt en aan het Duitse eten of zo. Dan heb je ook die Jelly Bellies. En dan kunnen we het hun laten zien dat als je dan zo bijt... Splash er zo spul uit. Weet je nog? En laatst hadden we echt een hele vieze, weet je die nog? Die zure. Splash. Deze is wel lekker. Deze is nog normaal. Dit is kleintjes. Mama, je moet nog niet eten, want we doen toch die smaak. Oké, we gaan eerst dan even deze video afsluiten, want we moeten ook zo meteen richting huis. Ik hoop... Wacht even, schatje van mijn hartje. Ik hoop wel dat deze video leuk was en dat het ook eventjes een keer wat anders is. Want ik had namelijk met de kerstdagen zo een beetje weinig gefilmd. Dus ik dacht, dan doe ik even de oud en nieuw video...
En de rest wat ik nog meer gefilmd had online. En dan gewoon deze daarna. En ja, ook in deze saaie periode nog steeds. Macy ook niet naar school. Dus moeten we maar wat gekke video's gaan verzinnen. Tuurlijk. Abonneren op ons kanaal. En natuurlijk abonneren op ons kanaal. En op mijn kanaal. Jij hebt nog geen kanaal. Nog niet. Nou, ik heb jouw kanaal. Oh ja, we doen samen bijna. Ja. Het is een beetje ons kanaal. Ja, ze zien je niet. Mijn kanaal. Jouw en mijn. Misschien is het leuk als je 6 wordt om een eigen kanaal te beginnen. Als je dat echt heel leuk vindt. Mason die kijkt dus de hele dag door YouTube filmpjes en ook kindjes en alles. En jouw vlogs. Die van mij ook? Ja. Oh, maar ook dus met kindjes die dus zelf, de zoete zusjes weet ik nu even, maar welke ook weer met dat jongetje? Dutch Trooper, nee, maar een wat jongere jongen. Die van de bakkertjes, die kinderen? Nee, hè? De bakkertjes. De Bellinga's. De bakkertjes. Maar hebben die kinderen ook al een eigen kanaal? Of alleen hun familie? Alleen hun familie. Oh. Nee, ik weet even niet. Maar ja, we gaan het gewoon kijken. Wie weet voor de toekomst. Gaan we nu iets maken, met wat leuke video's van Mees. Nou, in ieder geval bedankt voor het kijken. En we maken er allemaal weer een leuke dag van. En dan zien jullie ons. Nou weer, zie je iets? Doei! 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 Wacht.